beeldend kunstenaar Geke Buys laat als eerste in het nieuwe jaar werk zien met de titel May the Forest Be With You. Buys is in 1977 geboren in Groningen en studeerde aan de Kunstacademie in Enschede. Zij is beeldend kunstenaar en bij gelegenheid grafisch ontwerper. Haar inspiratie haalt zij uit de Japanse schilderkunst, het bos en de meditatie. Eigenlijk vanaf de Aki is er wel een soort van rode draad in mijn werk. Dat is namelijk grote stromen van informatie. Of dat nou een krant is of sociale media of toentertijd, 2003, waren dat de sms'jes. Dat fascineert me, hoe ik daar als kunstenaar mee om kan gaan. Ik ben wat los gaan staan van die sociale media, zeg maar, van de sms'jes, meer naar de kranten. Ook dat was toen al, maar dat is iets wat steeds terugkeert. En de kranten in de zin van het stramien van kranten, maar ook in de inhoud. Dus de constante informatie die we krijgen, of die ik krijg, want het gaat dan om mij als kunstenaar. En daar doe ik dan steeds iets mee. Geke Buys laat die werk zien dat bestaat uit krantenpapier. Een krant die haar lezers objectieve, actuele informatie biedt over datgene wat er in de wereld gebeurt. De krantenpagina's die Buys gebruikt herinneren ons aan de mondiale crisis die wij doormaken. Hierop heeft zij bomen getekend in verschillende lijndiktes met een mengsel van acryl en inkt op een goud- of donkerzilveren ondergrond. Tegelijkertijd is er ook niet zo heel veel veranderd. Bijvoorbeeld, ik heb daar een geborduurd sms'je staan. Wat gaat over lijfelijk contact. En we zitten nu in een lockdown. Ja, dat missen we. Dus het is een terugkerend ding. In welke hoedanigheid dan ook. Want ik merk namelijk dat ik ook door het bezig zijn met informatie en tekst en typografie en kleine details, zeg maar. Dat ik ook heel erg het verlangen steeds heb naar het bos. Voor dit project, Who See the Fences, heb ik weer heel duidelijk het krant gebruikt als tekenpapier. Omdat deze tijd ook zo aanwezig is. Hoe zeg je dat? De onderwerpen, corona. Ik vond dat ik daar weer wat mee moest doen. Dus ik wilde dat wel verwerken in mijn tekeningen. De expositie is tot en met 6 maart van buitenaf te bezichtigen vanaf de openbare weg in het pand van 1 Twente Hengelo.